Het grappige is dat jij als aandeelhouder daarvan kan meeprofiteren. Je krijgt daar kan gewoon meeliften. Je krijgt een stukje van de taart. Hey, welkom bij Overcash. Ik ben Chris. Ik ben Berry. En in deze video gaan we het met jullie hebben over dividend. We hebben het al een aantal keer aangegeven dat we een mooie video gaan maken over dividend. Omdat het iets heel belangrijks is voor wat betreft aandeelinvesteerders. Dividend is in de basis een winstuitkering van een onderneming aan de aandeelhouders. Ja, dat is letterlijk wat het is. Ja, dividend komt van het Latijnse woord dividere. En dat chic. Ik zal het waarschijnlijk verkeerd uitspreken, maar dat maakt niet uit. Het betekent letterlijk verdelen. Dat is ook dividend. Ja, maar dat is wat het is. Dividend is het verdelen van de winst. Ja. Een bedrijf die dus winst gemaakt heeft, heeft twee mogelijkheden om de winst te verdelen. Ja. De winst inhouden en investeren in het bedrijf. Mm-hmm. Dat is één ding wat ze kunnen doen. Of ze kunnen het dividend uitkeren aan de aandeelhouders. Een dividend kan uitgeleverd worden in aandelen of in geld. Ja. Dat zijn de twee opties die de bedrijven kunnen doen. Ja. Het dividend wordt vastgesteld op de aandeelhoudersvergadering. Hierbij worden gelijk een aantal andere zaken bekendgemaakt. Zoals de data van ex-dividend, komen we dadelijk op. Het percentage wat er wordt uitgekeerd. En in hoeveel malen het dividend wordt uitgekeerd. Sommige bedrijven hanteren één keer per jaar. Kwartaal. Andere bedrijven een kwartaal, dus vier keer per jaar. Dus kan per bedrijf verschillen. Het is wel belangrijk als je dus in aandelen belegt voor het dividend, moet je dat soort dingen wel al in de gaten gaan houden. Daarnaast zijn er soms, als er extreem goede resultaten zijn, of er is bijvoorbeeld een overname geweest, kan er ook een super dividend worden uitgekeerd. Dit moet je eigenlijk zien als een soort bonus voor de aandeelhouders. Ja, we hebben het extra goed gedaan, we doen super dividend. Daarnaast is het belangrijk als je investeert in aandelen die dividend uitkeren, dat het echt een stabiel bedrijf is. Als jij gaat investeren in bedrijven met hele hoge volatiliteit, die hele dikke dividend uitkeren, terwijl je niet echt weet welke koers ze willen varen. Als ze dat niet kunnen handhaven, dan heeft dat geen zin. Dat is gewoon niet verstandig. Dus dat is een heel belangrijk punt. Aandelen worden in principe op de lange termijn altijd meer waard. En dat komt door een eigenschap van bedrijven waar veel mensen niet zozeer van weten. Ze hebben er wel van gehoord. Maar heel veel mensen hebben de klok horen luiden, maar weten bij God niet waar de lepel hangt. Nee. Inflatie. Inflatie. En dat woord kom je heel vaak tegen. Maar mensen lezen er heel snel overheen. Ze lezen er inderdaad heel snel overheen. Maar inflatie is een fenomeen dat elk jaar het gemiddelde prijsniveau in Nederland 2% omhoog haalt. Ja. En heel veel mensen die weten dat niet. Ze kennen het woord wel en ze weten wel dat het iets te maken heeft met de waarde van je geld, et cetera. Maar ze weten niet precies hoe het in elkaar zit. Maar daardoor worden bedrijven op de lange termijn eigenlijk altijd meer waard. Ja, kijk, weet je wat het is? De prijs in de basis gaan gewoon, de prijzen gaan omhoog. De omzet van het bedrijf gaat dus omhoog. Dus de winst gaat ook omhoog. Inflatie werkt natuurlijk ook de andere kant op. Als jij niks, dat is wat wij altijd persoonlijk aanhalen. Als je niks met je geld doet, wordt je geld gewoon letterlijk ieder jaar 2% minder waard. Dus daarom laten we het ook altijd renderen. Maar dat is een heel ander verhaal. Ja. Het gaat vandaag over dividend. Ja. Winstgevende partijen, die profiteren dus van de inflatie. Ja, absoluut. Het grappige is dat jij als aandeelhouder daarvan kan meeprofiteren. Je krijgt een stukje van de taart, als het ware. En de winst van het bedrijf die gemaakt wordt en die ook gemaakt wordt door middel van de inflatie die gewoon jaar op jaar terugkeert, daar kan je gewoon aan meedoen. Je kan gewoon letterlijk een stukje van de taart krijgen. Ja, en dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn als je met dividend start, dividendaandelen. Het enige wat je doet is gewoon leg elke week, elke maand of per jaar een bedrag opzij en ga dat gewoon rustig investeren in aandelen. Ga dat gewoon verspreiden en je zal op een gegeven moment merken dan dat er cashflow ontstaat. Dus jij kan bijvoorbeeld van de cashflow die uit dat dividend voortkomt, je gaan leven van. Er zijn gewoon mensen die echt leven van een dividend. Ja, dat kan. Maar je kan het ook gaan laten roleren. Je kan dus weer dat herinvesteren en dat misschien dat effect steeds groter wordt, waardoor je in een opgaande spiraal terechtkomt. Het is een soort van compound interest. Daar komt het op. Ja, je krijgt letterlijk uitbetaald en van die uitbetaling kan je, of het dan in cash is of in aandelen. Als het in cash is, kan je daar weer aandelen van kopen. Als het in aandelen is, dan is jouw aandelenpositie dus groter geworden.
Voor de mensen die vanuit crypto naar ons kijken, die zullen het enigszins herkennen. Ja. Het is niet exact hetzelfde, maar het lijkt een beetje, het heeft iets weg van steken. Je steekt bepaalde coins en je krijgt daar coins voor terug. Er zijn vergelijkenissen. Het is niet exact hetzelfde, maar in de basis is dat ongeveer wel wat het voor je doet. Het grappige is ook gewoon, dividend bestaat al super lang. Ja. Weet je, er zijn bedrijven, toevallig komen we net met op een vervelend moment. Shell heeft na 80 jaar de dividend voor het eerst aanzienlijk verlaagd. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd laag blijft, hè? Want ze herzien dat ook elk kwartaal. Het geeft wel aan dat die 80 jaar ervoor is gewoon dividend uitgekeerd. 80 jaar dit Als je dat had gecompound, iedereen weet, compounden begint klein. Maar dit gebeurt er met compounden. Dividend investeren doe je dus ook niet voor een week of een maand. Nee, absoluut niet. Of voor een vakantie die je volgend jaar wil gaan doen. Dat is long term. Dat is voor je pensioen, voor je kinderen, voor een huis wat je ooit wil kopen. Absoluut. En wat je net al aangaf, ga geld opzij zetten en ga dat soort dingen doen. En dan zeggen we dat soort dingen. Want je moet die portfolio altijd spreiden. En het is dus goed dat daar een gedeelte dividendaandelen in zit. Maar goed, dingen waar je op moet letten als je gaat investeren in dividendaandelen. Het dividend, wat wordt uitgekeerd, wordt altijd benoemd in een bedrag. Ja. Dus dat moet je zelf altijd even omrekenen naar procenten. En daarnaast is er in sommige gevallen de keuze of je het in cash wil krijgen of in stocks. Bij sommigen is dat vast bepaald, maar je kan bij sommige aandelen ook kiezen hoe je dat uitbetaald wil krijgen. Maar er is dus een verschil in of je het cash uitbetaald krijgt of in stocks. Ja, en als je het dus in stocks uit laat betalen, dan ben je dus al automatisch aan het compounden. Ja, hoef je niet gelijk. Het gaat dan gewoon vanzelf. Ja. Ander belangrijk puntje bij dividend is natuurlijk de ex-dividenddatum. Dat is de dag voor de zogenoemde ex-dividend. Dus je hebt heel veel verschillende agenda's, die kan je allemaal gewoon online vinden. Ook belangrijk om die agenda's gewoon te volgen als je bezig bent met die aandelen. Moet je in de gaten houden voor jezelf. Ja, maar het is belangrijk dat je de dag voor de ex-dividend de aandelen moet bezitten. Want er zijn heel veel mensen die willen met dividend beginnen en die gaan op de dag van ex-dividend die aandelen aankopen. Nee. Dan ben je net één dag te laat. Je moet die indicatie, die snapshot daarvan, die wordt gemaakt voor die datum. Het enige wat er wordt gedaan op die datum is er wordt vastgesteld wie er recht heeft op het dividend. Ja. 1 à 2, 3, 4 weken maximaal later volgt de betaalbaarstelling en dan wordt het dividend uitbetaald. Als dat dividend uitbetaald is, kan het zo zijn dat het aandeel daalt. Ja. Even. Ja. Meestal herstelt het zich vrij snel, maar waarom kan het zo zijn dat het aandeel daalt? Omdat ook die dividend vanuit dat bedrijf betaald moet worden aan al die aandeelhouders. Dus je kan dat ook terugzien in de koers, maar meestal herstelt dat wel vrij snel. Je ziet inderdaad als een betaalbaarstelling van het dividend heeft plaatsgevonden, zie je gewoon letterlijk de waarde van het dividend van de koers afgaan. Je ziet het wegvloeien. Je ziet het vloeien naar de aandeelhouders. Dat is ook logisch, want ze halen een klein stukje van de winst gewoon uit het bedrijf en dat geeft ze aan de aandeelhouders. Ja. Wordt uitgecashed. Ja. Ander puntje over dividend. Moet gewoon belasting betaald worden. Dat moet gewoon betaald worden. Dat moet gewoon betaald worden, ja, absoluut. Daar kunnen we niet omheen. Er is wel een klein er is niet heel veel hassel omheen. De dividend wordt voor je gedaan. Ja, de dividend moet betaald worden door de uitgevende onderneming. Dus dat is het bedrijf waar jij dividend van ontvangt. Waar je wel op moet letten is dat je je dividend aan kan geven of kan verrekenen in je inkomstenbelasting. Dus dat is een voordeel. Ja, en inderdaad, zoals je al zei, daar kunnen we enigszins niet helemaal omheen, maar het wordt voor je gedaan. Dus aan de ene kant is dat heel erg fijn. Wat ik al zei, volg die dividendagenda's voor aandelen met dividend waar je mee bezig bent. Dat is gewoon heel belangrijk. En als laatst, spreid gewoon je risico alsnog. Ga ook niet vol gas alleen maar op dividendaandelen zitten. Zorg altijd dat je een gezonde verdeling hebt in je portfolio. En in een gezonde portfolio, en dan hebben we het over aandelen, commodities, goud, crypto, vastgoed. Maakt niet uit, in elke portfolio waar aandelen in voorkomt, moet een dividendaandeel zitten, denk ik. Ja, dan moet gewoon positieve cashflow gecreëerd worden. En weet je wat het is? Kijk, ben jij echt een super dividendbelegger? En had jij nu bijvoorbeeld in dit voorbeeld in Shell gezeten, had jij heel veel pijn geleden. Ja. Dus ben jij zo iemand die echt rekening houdt elke maand met, ik krijg dus zoveel inkomsten van Shell en die inkomsten worden ineens meer dan gehalveerd. Ja. Ja, want het is van $45 en naar 16 gegaan of iets in die geest, in ieder geval die richting op. Dat is gewoon een groot verschil. Je moet daar dus echt in gaan spreiden. Goed, stukje
Dividend. Belangrijk voor als je begint met aandelen. En, op lange termijn een superkrachtig middel. Absoluut. Onderschat dat echt niet. Absoluut. En iets wat ongetwijfeld ook niet snel zal verdwijnen uit de aandelenwereld. Ja. Goed. Vond je dit weer een leuke video? Druk sowieso even op de duim. Dat waarderen wij. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En druk op dit hele zielige belletje. Hij was heel sneu, maar het is de goede bedoeling. Dan krijg je een notificatie als we weer een nieuwe video posten. Onderaan deze video komen uiteindelijk alle links te staan naar ons platform www.dopecash.nl. Ons Discord kanaal of support links. Alles staat onderaan deze video. Bedankt voor het kijken en we zien jullie heel graag de volgende keer. Later. Later.